deze innovatieprijs voor ondernemers. 600 nominaties dit jaar. We zijn er heel trots op als Rabo. Het past heel goed bij de coöperatie, bij het verbindende. Aan de andere kant ook de toekomstvisie, dat er daadwerkelijk innovaties nodig zijn. Samen duurzaam sterker. Dus we hebben allerlei innovaties nodig op verschillende fronten om ons te voegen binnen de mogelijkheden die deze planeet ons geeft. En dat is de grote opgave van deze tijd. En dat is dus innovatie, innovatie, innovatie op alle fronten. Ik vind het heel belangrijk dat er een Herman Wijfels innovatieprijs is, omdat het juist diezelfde stimulans geeft als die Amerikaanse attitude om te stimuleren in nieuwe ideeën die niet alleen belangrijk zijn voor het team, maar ook voor de maatschappij van Nederland. Het winnen van de Herman Wijfelsprijs heeft een enorme positieve bijdrage geleverd aan het project, zodat het bij apothekers en bij zorgverleners het bekend was wat er ging gebeuren. Zo'n tempelskaartje ontwikkelen, dat neemt toch een 2 jaar in beslag. En al die tijd ben je eigenlijk een klein beetje onzeker. Totdat je zo'n prijs wint. En dan heb je echt de erkenning waarnaar je zoekt. Dus dan ben je ook bevestigd in je innovatie van, ja, dat is wat de markt vraagt. Na het winnen van de Herman Wijfelsprijs is natuurlijk heel veel gebeurd. We hebben heel veel positieve feedback gehad, uit de markt ook. En nog belangrijker voor de zaak, zeg maar, is dat we opeens op hoog niveau bij de corporatiesector naar binnen zijn gekomen. En dus echt een speler zijn geworden in de markt. We zijn opeens geen start-up meer. We telen hier op 11,5 hectare aubergines. Daar zijn we helemaal in gespecialiseerd. Die telen we jaar rond. Maar aan het eind van het jaar dan hebben we een kale plant over. Je ziet, die zijn ongeveer 5 meter lang, die planten. Dat is, tot nu toe worden die planten gecomposteerd. Dat is eigenlijk doodzonde. Er komt heel veel CO2 bij vrij. Wij hebben een technologie, zijn we mee in aanraking gekomen om de vezels met name uit de planten, om die te verstenen tot hele goede bouwproducten. Wekelijks komt er hier 110.000 kilo champignons van de band af. Daarbij komt uiteindelijk ook een reststroom vrij die we doen upcyclen. Om dat te upcyclen hebben we de broer van mijn vader, Henk van den Bomen, bij het proces gehaald, want die is een composteringsdeskundige. En daarmee hebben we de innovatie bedacht zoals die er nou staat. Pieter is toch toevallig een generatie dit uiteindelijk, dit bedrijf, hè, als wij over 20 jaar hier op het bankje zitten te kijken, van, we hebben toch een steentje bij kunnen dragen aan deze nieuwe generatie. Onlyfood is een bedrijf dat bedrijven die voedingsmiddelen produceren helpt om niet blind te produceren en af en toe een sample te inspecteren, maar om echt hun producten te bekijken op het gebied van voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Dit idee komt eigenlijk voort uit wat wij voor de ruimtevaart gedaan hebben. Daar ontwikkelen we en worden al dit soort camera's al heel lang gebruikt. We zijn eigenlijk vanuit de ruimtevaart via vliegtuigjes in de landbouw afgedaald tot een camera boven de lopende band in de fabriek. Het is gewoon echt zo te gek. Het is het mooiste van 2014. Wij denken dat het ons enorm gaat helpen. En het is ook een enorme erkenning dat dit echt een belangrijk probleem is en dat dit een goede aanpak is. Ja, super blij. Wat wij doen is echt radicaal anders. En dit soort erkenning zorgt ervoor van, hey, hier hebben inmiddels zoveel mensen naar gekeken. Die jongens zijn niet gek, die hebben waarschijnlijk iets te bieden. Laat ik ze bellen.